Welkom bij de spelzone, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op Dips, uitgegeven door H-Town Games. Het is een spel voor 2 tot 5 spelers waar je een 20 tot 30 minuutjes mee bezig bent. En in dit spel gaan wij in het bos allerlei schatten verzamelen. Beestjes, stokjes, steentjes, noem het allemaal maar op. En dat doen we in de vorm van een behendigheidsspel. Er worden dobbelstenen gerold en onthuld en dan moeten we zo snel mogelijk de juiste kaarten in de doos gooien. Om als eerste de schatten van de grond te kunnen rapen. Want dat levert je punt op, maar gooi je de verkeerde kaarten erin, dan levert dat strafpunt op. En omdat we allemaal tegelijkertijd aan het rousen zijn, kun je wel eens iets voor iemands neus wegkapen. Dus laten we maar eens een blik werpen op wat er allemaal in de doos zit. Het spel wat ik jullie ga tonen is nog een prototype, dus de uiteindelijke vorm en regels kunnen afwijken. Het is ontworpen door Daniel Danser en wij krijgen in dit geval de spelregels in het Engels. Het spelregelboek, net als het spel zelf, is lekker kleurrijk en simpel overzichtelijk weergegeven. De 3 stappen die worden uitgevoerd, hoe we gescoren en daar nog wat extra uitleg bij. En grappig achterin een verhaaltje over de karakters en de items die we uit het bos meenemen. Dan krijgen wij de kaarten voor elke speler een eigen set met kaartjes die je probeert te gaan scoren. Een startkaart en alle verschillende dingen die je in het bos kan verzamelen. We krijgen de dobbelstenen die bepalen wat we elke ronde vinden in het bos. En deze unieke inlay, waardoor als je de kaarten ingooit ze op een bepaalde volgorde terechtkomen. En dat is belangrijk om te bepalen wie als eerste was. Dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld opgezet voor 2 spelers. Elke speler kiest een karakter. Je krijgt je karakterkaart, herkenbaar aan het feit dat die dubbelzijdig is, die gaat nog anders worden. Die leg je voor je neer met de 2 sterren naar boven, dat is je scorestapel. De eerste 2 punten heb je al. De rest van de kaarten ga je schudden en je pakt een starthand van 6 kaarten in een spel met 2 of 3 spelers. Of 5 kaarten in een spel met 4 of 5 spelers. Je wijst willekeurig een startspeler aan, die geef je de startspelerkaart. We leggen de bak in het midden van de tafel en de startspeler krijgt de dobbelstenen. Het doel van het spel, zoals ik al zei, is om degene te zijn aan het einde van het spel met de meeste schatten. Elke schat die je verzamelt, die leg je hier neer en die vormen samen een stapel sterren. En dat zijn je overwinningspunten. En het spel is voorbij zodra een speler de laatste kaarten van zijn of haar trekstapel op zijn of haar hand neemt. Die ronde wordt uitgespeeld en dan gaan we kijken wie de meeste punten heeft. Maar zo zit het op. Laten we eens wat gaan ontdekken in het bos. Het spel wordt gespeeld in rondes en elke ronde bestaat uit het trekken van kaarten, zodat je een starthand hebt van 5 of 6 kaarten, afhankelijk van hoeveel het spelers. Het tweede wat er gebeurt is dat de dobbelstenen allemaal gerold worden. En je kunt het op verschillende manieren doen. Je kunt ze rollen en verborgen houden. Degene die ze werpt, die beslist wanneer we allemaal mogen gaan spelen. Je mag ze ook rollen en dan open laten liggen. Maar totdat de actieve speler zegt dat we mogen beginnen, mag je de kaarten van je hand nog niet bekijken. Dus je weet niet precies wat je hebt. En dat kun je dus doen door ze open te leggen en dan rustig af te tellen, gewoon te gooien en zeggen start. Of je hand er overheen te houden en te zeggen oké, go en dan pas je hand weg te halen. Want het derde is het gooien van de kaarten. Wat je gaat proberen op het moment dat er gestart wordt, is je gaat proberen matches te maken. Ik zie bijvoorbeeld een rode dobbelsteen en een spin. Ik heb een rode spin, dus die smijt ik in de bak met de open zijde naar boven. Ik heb een blauwe vlinder. Die zie ik er ook tussen zitten, dus die gooi ik ook in de bak. Maar mijn tegenstander is natuurlijk hetzelfde aan het doen. Die is ook kaarten erin aan het gooien. En als we met meer spelers zijn, gaan er nog meer mensen zijn die van alles en nog wat die bak in gooien. En dat mag je net zo lang doen totdat je zegt, ik denk niet dat ik er nog een combinatie kan uithalen. Want elke combinatie die erin ligt, verwijdert de dobbelstenen die daarmee matchen. En dat betekent dat natuurlijk op een bepaald moment de kleuren dan wel de symbolen op zijn. Zodra iedereen klaar is, dan gaan we scoren. De hele stapel, en dat is het handige van de manier waarop deze bak ontworpen is, ligt op een bepaalde volgorde. Je pakt ze in zijn totaliteit eruit, je draait hem om en dan ga je ze één voor één afhandelen. Even kijken, de eerste kaart is een rode spin. Ja, die combinatie zit erin. Die dobbelstenen verdwijnen. Deze kaart is goed 2 punten waard en die leg je op de scorestapel. De volgende kaart is een blauwe vlinder. Een blauwe vlinder kunnen we maken.
is een goede combinatie, is dus weer 2 punten waard. Dan komt hier een rode paddenstoel. Nou, er is geen rood en er is ook geen paddenstoel. Dus dat is een foute kaart. Normaal gesproken, als je een foute kaart speelt, dan gaat die weg en moet je 1 punt van je eigen score afhalen. Oftewel, je bent begonnen met 2 punten en je draait hem naar 1 punt. En dan ben je zo een punt kwijt. Maar omdat in mijn voorbeeld het schepnetje geworpen is, is het spelen van een kaart waarbij zowel de kleur als het symbool niet matchen juist gunstig. Want dat betekent dat de speler die deze kaart gespeeld heeft, krijgt 2 punten. Uiteraard, daardoor gaat het schepnetje weg. En hij of zij mag 2 andere spelers aanwijzen die allebei 1 punt verliezen. Dus dat is ook weer een leuke tactiek waar je op kan spelen. De volgende kaart, die blijkbaar helemaal fout is, die gaat gewoon uit het spel. En dat betekent wel daadwerkelijk een strafpunt voor deze speler. En deze kaart is blauw. Die heb ik wel. Alleen het is een slakje. En ik heb alleen kikkers en spinnen. Dat betekent dat hij weer terug in de bak gaat. Mochten er nou nog meer kaarten zijn, bijvoorbeeld een geel slakje zit er ook niet meer in. Een rode spin zit er ook niet meer in. Blauwe paddenstoel zit er ook niet meer in, maar blauw nog wel, dus die gaan er allemaal terug in. Dat soort kaarten zouden allemaal teruggaan in de bak. En dan wordt er een tweede keer gescoord. Dit keer hoef je maar 1 element te matchen. Blauw, blauw, ik match 1 element, maar dan krijg je ook maar 1 punt. Geel, geel, matcht 1 punt. Enzovoort, rood, rood, nou, of spin, spin, dus dat is ook 1 element, weer 1 punt. En als er dan nog iets is wat je opendraait en ja, die dobbelstenen verdwijnen dus nog sneller, wat niks matcht, dan is het nog steeds gewoon een strafpunt voor de speler wiens kaart het is. En dan is de ronde voorbij en dan gaan we de volgende ronde spelen. De startspeler gaat met de klok mee. We vullen onze hand weer aan, zodat we weer 6 kaarten hebben in mijn 2 spelen voorbeeld. Je mag de kaart in je hand wederom niet bekijken totdat de dobbelstenen geworpen zijn en de actieve speler zegt dat dat mag. Maar je weet natuurlijk van een aantal kaarten wat je hebt. Als je hebt zitten opletten natuurlijk. En dan gaan we weer beginnen. Googly Eyes die rolt de dobbelstenen. Die houdt alles schuld en zegt go. En dan gaat de stapel open. En we gaan kijken. Oké, ik zie een rode kikker. En in je eentje is dit vrij makkelijk. Want dan kan ik gewoon rustig alles erop leggen wat ik kwijt wil. Maar met meerdere spelers gaat iedereen natuurlijk tegelijkertijd proberen combinaties hieruit te scoren. En zodra we dat weer gedaan hebben, halen we de kaarten bij elkaar, draaien we ze om en gaan we scoren. Net zolang tot 1 speler zijn of haar stapel leeg is, dan wordt de laatste ronde gespeeld. De laatste keer gescoord en dan gaan we gewoon tellen. Hoeveel sterren heb jij weten te verzamelen? En degene met de meeste sterren is de winnaar van Dibs. En zo wordt het spel gespeeld. Dibs is een super vermakelijk en toegankelijk spelletje wat er ook nog eens een keer super leuk uitziet. Ik vind het artwork en de stijl die gekozen is erg tot de verbeelding spreken, kleurrijk, vrolijk. En in het thema van, als je toen je jong was en door het bos liep, was alles ongeveer een schat. En dat hebben ze leuk weergegeven. Het spelmechanisme zelf is heel simpel. Speelkaarten die matchen met de dobbelstenen op tafel. Maar omdat we dat allemaal tegelijkertijd doen en allemaal tegelijkertijd dezelfde dobbelstenen proberen te matchen, zit daar een hele aangename uitdagende laag in. Hoe snel zie jij de juiste combinaties en hoe snel gooi je die in de bak? Ben je iemand net voor of is iemand anders jou voor, waardoor je kaart opeens niet meer het gewenste effect heeft? Ligt er een schepnetje, waardoor het opeens wel interessant wordt om een kaart te spelen die nergens mee matcht, maar ook daarbij ben jij de eerste? Of zijn er, doordat andere mensen al wat gespeeld hebben, combinaties verwijderd, waardoor een speler opeens een kaart erin heeft liggen die een match was, maar nu niet meer doordat alle dobbelstenen weg worden gehaald en krijgt die het schepnetje. En zit jij gewoon weer met een bak strafpunten opgescheept. En dat maakt dat iedereen met een gezonde tijdsdruk de kaarten in eigen hand bekijkt, de dobbelstenen onderzoekt, combinaties probeert te doen en ook nog eens een keer bijhoudt van wat gaat er allemaal in de bak, als het je tenminste lukt. En zo spelen we vlotjes verder, proberen we zoveel mogelijk punten te scoren. En naarmate je dit meer speelt, heb ik gemerkt, word je hier iets listiger in. En het is een spel wat gewoon
een lekker aangenaam hoge reinvallingsfactor heeft. De eerste keer zul je misschien ingemaakt worden en denken van oké, nou heb ik een beetje het trucje door. En ga je in het tweede potje je score uiteraard verbeteren. Daarbij is het design van de inlay heel listig gedaan. Je kunt ze eronder allerlei verschillende hoeken ingooien. En ze schuiven keurig naar het midden. En het gebeurt eigenlijk zelden tot nooit dat de kaarten niet keurig op één stapel eindigen. Waardoor je heel makkelijk ze kan omdraaien om de juiste volgorde eraan te berekenen. En dat is natuurlijk weer ook een listig gimmick die dit spel met zich meebrengt. En dat alles bij elkaar maakt Dips tot een goed partyspel. Wat er prachtig uitziet, wat een aangename interactie heeft. Waarbij je hand-oogcoördinatie op de test gesteld wordt. En waarbij je ook nog een beetje listig moet nadenken over oké, wat ligt er en wat durf ik er nog in te zetten. Wanneer stop ik? Wacht ik rustig af of ga ik gewoon volle bak en kijk ik wel waar het schip strandt? En het is om die redenen dat ik het een 7 heb gegeven. Spellen Zolder.